Billy! Brandus! Welkom bij een gloednieuwe Brawl Stars video. Vandaag gaan wij iets superleuks doen. Want wij hebben samen op dit moment super lang gewacht. De nieuwe knokker, Nani, is eindelijk in Brawl Stars. Nani is een vechter. En hij is een epische knokker. Ik zit vandaag op het account van mijn broertje. Want mijn broertje is nu niet thuis. Wat hebben wij vaak in het verleden gedaan? Bijna elke knokker die mijn broertje heeft, heb ik voor hem gekocht. En hem daarmee verrast. De nieuwe knokker Nani, die is uit. Ik ga die nieuwe knokker voor hem kopen. Ik wou namelijk eerst alleen maar megadozen openen totdat ik hem zou krijgen. Maar ik zie dat hij al in de shop is. Hij is afgeprijsd van 248 edelstenen naar 209. Maar ik moet een deal met jullie maken, ja? Luister even heel erg goed. Ik ga deze knokker kopen voor hem op zijn account. Wij gaan samen deze knokker testen of die goed is in verschillende game modes. En daarna ga ik jullie mijn mening geven over deze knokker. Vervolgens ga ik mijn broertje verrassen, net zoals altijd, met deze nieuwe knokker. En ik ga zijn reactie filmen. Maar als deze video de 10.000 likes heeft. 10.000 likes. Ik weet dat moet kunnen. Dan gooi ik in de volgende Brawl Stars video mijn broertje de live reactie online. En dan kunnen jullie zien hoe hij gaat reageren op de nieuwe knokker Nani. Tenminste, ik denk dat ik goed uitspreek, toch? Nani, Nani en Nani, Nani. En klik met je vingers op het abonneerknopje om helemaal gratis lid te worden van de King Almighty Family. En ring het belletje om geen melding te missen van een nieuwe video. Want wij moeten de 315.000 abonnees halen die we bijna hebben. Ik weet dat we het kunnen halen. Dus abonneer eventjes snel, Jelle. En laat eventjes ook snel in de comments jouw Brawl Stars naam achter. Want ik ga binnenkort een hele leuke Brawl Stars video opnemen met jullie kijkers, de family. Dus wil jij meedoen? Laat je Brawl Stars naam achter in de comments. En wie weet voeg ik jou toe en mag jij meedoen met de Brawl Stars. Oké, ik heb al in de laatste dagen zoveel geld uitgegeven aan mijn broertje family. Jullie weten het, jullie kennen de video's. Maar wij gaan weer edelstenen kopen. 209 edelstenen hebben we nodig. En we hebben al 10 edelstenen voor onszelf. Ik zie ook dat je een mythische knokker kan kopen. En als deze video 10.000 likes heeft, doe ik in de volgende video dit voor hem kopen. Want hij wil heel erg graag Max of Mortis. Dat zou super lijp zijn. Ik heb ze allebei, by the way. Oké, dan moeten wij eigenlijk die van 22 euro kopen. James, your family. Oké, let's go, fam. Let's go. Oké. Ja, koop het. Koop het. Geef me die edelstenen. Ik ben altijd zo... Ik heb altijd zo'n gelukkig en blij gevoel. Wanneer ik edelstenen krijg op Brawl Stars. Misschien kunnen we nog een megadoos openen. En wie weet kunnen we uit die megadoos ook nog een knokker krijgen. Maar voordat we dat gaan doen. Nani, welkom bij de King Family, brother. James, ik kan niet wachten met jou die schappige de destroys knokkers vernietigen, James. Nani, knokker. Nani houdt van haar vrienden en gebruikt haar waakzame lens om op ze te passen. Ze vuurt nauwkeurige schoten af vijanden en met haar super bestuurt ze haar kamer... Oh, kameraadje, Piep, die afscheid neemt met een knal. Oké. Dit is wel een hele interessante knokker. Oké, we kunnen hem gelijk upgraden, dat is super chill. Ik heb nog 161 edelstenen over. We kunnen 2 megadeus openen. Let's go, laten we het gewoon doen. Let's go, kom op. Oh, man. Geef me nog een klokker. Oké, we hebben nog een kans. We hebben nog een kans, oké? Kom. Ik kijk niet. Oh nee, ja, ik hoor het toch, laat maar. Ik wil even eentje met mijn ogen dicht doen, maar ik hoor het van mijn headset. Dus eigenlijk, dan moest mijn headset afdoen, blablabla. We hebben niks gekregen. Family, ik vind al dat we heel erg lang niks hebben gekregen uit een normale megadoos. Diep zijn. Hé, browsers. Beter geef iemand de volgende keer wat, hè? Ik zweer het je, jongen. Oké, we gaan naar knokkers. En eindelijk hebben wij deze nieuwe knokker, Nani. Ik ga hem eerst even proberen om even te kijken wat zijn attacks zijn voordat ik een postje inga. En daarna gaan we even verschillende game modes met hem spelen. Om te kijken hoe goed hij is. Zoals ik al zei, 10.000 likes op deze video. En ik gooi de reactie van mijn broertje online op de nieuwe knokker, Nani. Dat hij hem helemaal gratis van mij heeft gekregen als cadeau. Let's go. Besturingen wijzigen. Oh, dit is nieuw. Oh, je kan hem groter en kleiner. Nee, ik vind het goed zo. Ik ga helemaal aan niks zitten. Herstellen. Opstaan. Ja, ik vind het goed zo. Oh, je kan besturingen wijzigen. Oké. Oké, hij kan super ver attacken. Laten we dat even doen. Wow. Oké, Nani. Ik zie die dingen doen. Kijk dan, hij schiet 3 van die dingen en dan komen die uiteindelijk... Oh, ja. Ik voel je. Wat is een special? Oh, ik moet hem wel helemaal doortrekken. Oké. Wat is een special?
Hij doet ook super veel damage. Kijk hoeveel damage hij doet, hè. Als hij ze al drie raakt, kijk. Meer dan 2000... Ja, 2100 damage doet hij. En laat staan als je in solo showdown of duo showdown nog krachtpunten bij krijgt. De special heeft niet zo'n hele goede range, maar laat het proberen. Wow! Instant kill! Oh, waarschijnlijk heeft hij een bom op zijn rug en die vuurt hij dan af. Nog proberen. Hij heeft niet zo'n hele goede range, family. Dat is wel een beetje nadelig. Bam. Oké, zieke damage. Want hij heeft niet zo'n goede range. Dat betekent dat je super dicht bij de enemy knokken moet komen om die special attack op hem af te vuren. Maar als wij goed gaan kijken naar zijn statistieken, doe ik even zo. Is Nani de aanval helemaal vol? Dat hebben we zojuist gezien. Hij doet super veel damage. Maar zijn verdediging is maar één streepje. Dus als hij gewoon één goede attack van iemand krijgt met high damage, is hij gelijk af. Dus ik snap niet waarom zijn special van zo'n korte afstand beschikbaar is, terwijl hij maar één verdediging is. Dus je moet een risico nemen dat je heel erg dichtbij komt, dat je gelijk dood kan gaan. Maar ja, voor de ja, het is een beetje win-win. Maar aan de andere kant is zijn normale attack wel weer heel erg veel damage. En heeft ook nog een goede range. Dus een special is eigenlijk niet zozeer nodig. Die moet je denk ik gewoon bewaren. Als een enemy knokker van dichtbij is. Want ik heb zojuist wel gezien dat als je die special raakt, dat die enemy knokker naar achteren vliegt. Als je hem raakt, dan vliegt de enemy knokker wel naar achteren. Waardoor je alsnog weer een soort van afstand creëert. Snap je dus? Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd wat zijn gadget en sterrenkracht is. Misschien compenseren de gadget en de sterrenkracht deze probleem, family. Maar we gaan het even uittesten hoe deze badass Nani speelt in game. Oké, wat moet ik wel selecteren, let's go. Oké. Laten we eerst beginnen met een solo showdown potje, ja? Daar ben ik even super erg benieuwd naar. Let's go. Let's go, family. Solo showdown. Oh, ik ben er klaar voor. Let's go. Oké. Hij maakt bijna echt een hele rare geluid als hij praat. Nani, kan je even niet praten, want je maakt best wel een geluid. Oh, yo. Zijn attack doet echt super veel damage, bro. Hij vernietigt echt de dozen. Vernietigt die gewoon gelijk. Hier kom jij. Ja, ik doe... Zijn normale attack is echt sterk, maar jullie hebben het gezien, hè. Ik ben één keer geraakt en ik was bijna dood. Hij heeft maar één verdediging, dus het is echt een win-win, family. Laten we deze best even killen. Wow, Bro, hij heeft echt te lage defense, bro. Dat is niet leuk. Hij heeft echt een te lage defense, bro. Zijn defense is echt te laag. Ik vind het geen chille knokken. Oké, hij doet heel veel damage, leuk en aardig. Maar ik weet niet, ik hou niet zoveel knokken waarvan de defense super laag is, weet je. En zijn attack duurt ook nog super lang om te laden. Dat is ook niet fijn. Oh, ik moet weg. Ik ga dood. Ah, nee, dit is geen fijne knokker, vind ik. Ja, maar dit is persoonlijke mening. Veel mensen deze knokker super chill en sterk vinden. Want hij doet wel heel erg veel damage, oké. Hij rent niet zo snel en zijn attack laat ook niet zo snel. Oké, hoe? Oh, hij heeft zeker... Oh, shit. Boom, let's go! Bro, zijn attack doet echt veel damage. Zijn attack is gewoon niet eerlijk. Die is echt gewoon top van de top. Aanval vol. Maar zijn verdediging is maar één, bro. Had het ons tenminste twee gemaakt. Waarom één? Ik weet niet. Misschien maken ze dat later beter of zo. Hij is pas vandaag uit, dus... We zullen het zien, family. Maar... Mijn mening dan tot nu toe is... Mwah. Ik moet het nog zien, family. Laat even meer game modes proberen, ja? Nieuwe evenement. Oké. Laten we even belegering spelen. Dat vind ik zelf een hele leuke game mode. Dat is namelijk die robot onderdelen. Die moet je verzamelen. En dan spant er een hele grote robot die hun soort van kanon achterin moet gaan vernietigen. Oké, ik ben met Brock en ik ben met Dynamike. Oké, we zijn letterlijk alle drie afstandknokkers. Al die, ja, pak. Oh nee, Jackie wil ik niet tegen hebben. Kijk, Jackie kan niet meer te dichtbij komen, bro. Jackie, die kan niet dichtbij mij komen. Want Jackie, dat is een close range knokker. Oh shit. Ja, lekker voor, je bent dood. Jongens, hebben wij de onderdeel? Wegwezen, boom! Hoe mis ik dat? Oh, Jackie staat stil. Nee! Dat was een gadget of een speciale attack van Jackie. Ik dacht, wat is hij nou aan het doen? Oh nee, we worden hard aangevallen, family. Dit vind ik niet leuk. Nee, maar dit is ook geen goede combinatie van knokkers.
We hebben alle drie afstandknokkers. En die attack laat zo slow. Wat doet die... Oh, die special moet je zelf besturen. Zeg dat dan. Je moet die special zelf besturen, family. Dat is super chill. Oh, dus hij kan wel ver, maar je moet hem wel zelf besturen. Oké. Dat is een aparte wending eraan. Ja, pak die onderdeel. Nu moeten wij aanvallen, bro. Dat is oké. Okay. Ik wil het even nog een keer proberen. Oh nee, kijk, ik ben nog bijna dood. Ga dood jij. Oh, hoe mis ik dat? Laat. Hoe mis ik dat? Nee, sorry. Ah, oh, man. Zijn special kon wel heel erg overpowered zijn, family. Even checken. Jongens, je destroy onze robot. Ga er naartoe, alsjeblieft. Ik mis alles. Ja, ik moet echt wennen aan deze knok, family. Ik ben veel te slecht met dit ding. Oké, let's go. Ik mis hem volledig. Ik moet echt wennen aan deze knokken. Ja. Is mijn robot. Let's go! Ik carry jullie. Killen, we hebben niet meer zoveel tijd. Oké, proberen. Nee, ik ben zo scheef met die special. Help de robot. We staan achter. Nee. Ja, ik ben zo druk bezig met deze nieuwe knokker te verkennen dat ik gewoon... Oh, ik moet hem met mijn linker... Ik moet hem met mijn linkerstick besturen, niet met mijn rechter. Ik bestuurdeer hem de hele tijd met mijn rechterstick. En ik denk van, waarom gaat hij elke keer zo scheef? Maar ik moet hem blijkbaar met mijn linkerstick besturen. Het spijt me, family. Ik moet eventjes leren hoe deze knok in elkaar zit. Want ik heb ook helemaal geen video's gekeken. Maar nu leren we in ieder geval samen wat deze knokken kan. En ik was ook zelf niet zozeer bezig met de win. Ik was echt puur bezig met de knokken verkennen en leren hoe die speelt. Maar nu hebben we in ieder geval geleerd dat de special attack niet van close range is. Je kan er super fair mee schieten en je kan hem zelf besturen. Dat kan deze knokken Nanny super sterk maken en die 1-streep verdediging goed maken. Oké, laten we even een andere game proberen, Fabri. Laten wij even edelzinnigerij proberen, oké? Laten we even edelzinnigerij proberen. Want ik wil nu mijn special attack van afstand. Ik ga mijn special attack afschieten vanuit mijn eigen spam. En dan ga ik kijken hoe ver die kan. Hoe ver de range is. Ja, die normale attack doet zoveel damage, bro. Ja, je kan niks, Shelly. Je kan niks. Ja, ik help je wel. Ah, ik wil je helpen. Oké, oh, die normale attack doet zoveel damage. Oké, ik ga hem afvuren. Ja, let op. Oké, kijk. Je moet hem zelf besturen. Oké, boom. Ik kom eraan. Kot. Nee. Oh, ik heb hem. Oh, nee, ik heb gemist. Oh, nee. Het gaat een beetje snel. Oh, ik heb wel geraakt. Oké, ik heb iemand geraakt in de bushes. Oké, het was niet mijn bedoeling. Oh, shit. Oh, yo. Je kan er super lang en ver mee rijden, family. Dit is echt niet normaal. Oké. Hey, ik moet me even focussen op de win. Oh, ik heb er nog één. Laat me even naar achter gaan, jongens. Oké, let op. Ja, let op, family. Je kan hem zelf besturen. Let op. Oké, ik vuur hem af. Oké. Oké, die wil ik niet killen. Ik wil jou. Boom. Oh, bijna. One shot. Lekker. Oh, mooie assist voor mij ook, hè. Hey, dit is eigenlijk wel een hele chille klokken, man. Nu vind ik hem wel leuk. Puur omdat je die special attack zelf kan besturen, vind ik hem super leuk. Hey, Tik, we hebben low defense, dus kom maar van naar achter. Daarom heeft ook low. We hebben letterlijk alle drie low defense. En we zijn letterlijk alle drie afstandknokkers. Oh, nee. Kill die bear. Goed zo. We gaan winnen. Let's go! Oké, fam. Oké. Wie is... Ik ben een ster-speler, tuurlijk. Natuurlijk ben ik de 6 speler. Ik was lekker beter dan deze potje, family. Oké, dan, family, brothers. Mijn uiteindelijke besluit. Wat vind ik van deze knokker Nanny? Bij het begin vond ik hem meh. Maar nu vind ik hem wel oké. Ik vind hem goed. Puur omdat je die special attack zelf kan besturen. En zijn normale attack super veel damage doet. Maar ik heb het helaas niet zo met knokkers met low defense. Maar ik ben benieuwd wat zijn gadget en zijn special attack zullen worden. Ik heb echt geen flauw idee. Dus daar moeten ze nog even op afwachten, family. In ieder
ieder geval, laten jullie even in de comments achter wat jullie van deze nieuwe knokker Nani vinden. Ik hoop dat ik jullie met deze video genoeg heb kunnen informeren over deze nieuwe knokker. Wil jij in de toekomst meer Brawl Stars video's en meer Fortnite video's zien? Vergeet dan zeker niet te liken. 10.000 likes was de deal family. Dan laat ik mijn broers een live reactie zien op de nieuwe knokker Nani die hij van mij heeft gekregen in de volgende video. En klik met je vingers op het abonneerknopje. En ring het belletje om geen melding te missen van een gloednieuwe video. En natuurlijk om gratis lid te worden van de King of Mighty family. Wij moeten de 315.000 abonnees halen. Gebruik mijn Sports Creator code King of Mighty JT in de Fortnite item shop. Super belangrijk. Volg me ook even op Instagram. Link in de beschrijving. En dan ga ik jullie morgenochtend om 7 uur weer terugzien met een gloednieuwe video. Boys.